Gerritsen, Robert-Jan Stips, we gaan het vanavond over het Supersister project hebben. Er staat weer heel wat op til, hè? Ja, we zijn er flink mee bezig. Vertel eens. Ja, we zitten midden in de tour op dit moment. En, wat ooit in 2019 is begonnen, met eigenlijk min of meer naar aanleiding van een documentaire van de Tovenaar van de Nederpop. Waarin ik nieuwe, oude Supersister muziek heb gemaakt met allerlei vrienden uit muziekleven, onder andere Rinus, Cesar deed toen ook mee. En dat was ontzettend leuk. In de strandtent De Vuut hebben we daar een cd opgenomen, Rets is Repes. En daar is dit eigenlijk een uitloper van. En, het is toen zo goed bevallen om weer met dat materiaal aan de slag te gaan. Dat verveelt voorlopig niet. Oké, okay. Ja, hoe zijn de reacties tot nu toe? Leuk, toch? Ja, ja. Wel, we zijn net begonnen hoor. Ik bedoel, maar het begin is veelbelovend, toch? Ja. Heb je en sowieso, zeg maar, dit staat nog in de kinderschoenen, maar de clubtour en de grote concerten die we in 2019 toen hebben gedaan, pre-corona, zeg maar. Sacrum. We hebben toch voor behoorlijk toch wel 1000 man in de zaal. En het voelde gewoon heel, heel leuk. Heel tof. Gewoon, het was geen geforceerde toestand. Zowel het publiek als mensen op het podium vonden het gewoon leuk om te doen. En dat willen we graag zo houden. Is jullie muziek nog steeds in ontwikkeling? Voeg je er iedere keer weer andere aspecten aan toe? Nou ja, zeker als je telkens met andere mensen speelt. Want zoals met Rinus, dat klinkt nu totaal anders dan vroeger met Ron. Ron was echt een bassist. Ja. En Rinus is meer echt een bassist, weet je wel. Dus. Ik heb toevallig van de week heb ik multitrack gehoord van onze eerste twee optredens. En dan zit ik echt zo te luisteren van, goh ja, dit is dezelfde muziek, maar het is zo leuk omdat het door andere mensen die nu meespelen, klinkt het ook anders. En dus heeft het ook echt zin om te doen. Ja. Rinus, Ron van Eck die speelt maar eens op de zesnarige bas. Doe je dat ook? Nee. Nee, ik wil wel Rinus blijven. Ja. Wel Ron als Ron en Rinus als Rinus. En dat heeft Robert-Jan goed gezegd. Het is juist die nieuwe invalshoek. En ik moet je zeggen, ik heb ontzettend achteraf veel respect voor wat Ron deed eigenlijk. Want ik heb in die tijd. Ik doe dit vooral omdat ik eigenlijk niet precies wist wat zij toen deden. Ik wilde gewoon een nieuwe grenzen ook weer opzoeken en zo. Echt iets anders bekijken. Ook weer wat leren. Het is misschien gek om dat te zeggen als oude lul. Maar het is gewoon heel leerzaam voor mij. En als ik dan luister wat zij dus deden. Want heel veel van dat spul is toen ontstaan toen wij en zij 20 waren of zo. Ja, ja. En dat is hele jonge muziek, maar heel erg zoeken naar nieuwe wegen. Je voelt het gewoon. En vanuit een hele andere hoek dat wij muziek maakten. Wij maakten het vanuit de simpele rock'n'roll basis. En dan gingen we dat een beetje complexer maken. Maar zij kwam al bijna uit een klassieke hoek zowat. En dan met onder invloed van Frank Zappa of een Soft Machine of meer experimenteel avant-gardistische. En ja, daar waren wij toen niet zo echt super in geïnteresseerd. Dus ik was er nooit echt in. Ik kende de nuances niet allemaal. En nu ineens, achteraf, ik kan naar zitten luisteren, ik moet het spelen. Ik denk, wat de hel? Wat deed die gozer echt? Hij was veel beter dan ik eigenlijk dacht dat hij was.
Weet je, dit, want ik kende hem alleen maar vanuit de scene in de stad. Een gezellige jongen en later met die architect. Gewoond, want hij had een huis en dat onderverhuurde die dan. Ja, er was wel altijd een band tussen Super Sister en de Ieren. Ja, maar niet een muzikale band. Juist als mensen. Ja, en dat was heel speciaal. Achteraf, nu snap ik ook wat een enorme stap het voor hem was om even bij ons mee te gaan spelen. Ja. Dat was omdat hij heel erg bevriend was met Cesar bijvoorbeeld en zo. Ja. Weet je wel? En dan zocht iemand die de keyboards kon spelen. Nou, dat deed hij, want dan waren we net waar jullie gestopt. Ja, maar er werd wel van me verwacht ook dat ik dat binnen 14 dagen. Zoals ik nu dus. Ja. Maar ik moet toegeven, ik had er toen al moeite mee om die muziek van Super Sister, die is voor mij makkelijker te onthouden omdat er veel in zit, zeg maar, aan muzikale trucjes, dingetjes die ik ook op het conservatorium heb meegenomen. En vaak wat ik daar niet mocht, dat deed ik dan juist in Super Sister. En daardoor kreeg je die beetje muziek met een rare twist erin. Maar de Iering muziek, ja, die bestond gewoon soms keihard uit vier akkoorden, één song. Maar ik vond het knap lastig om de volgorde van die vier akkoorden te onthouden. Nou, er werd heel veel in die simpele benadering die wij hebben, werden die vier akkoorden steeds anders benut op de een of andere manier. En niemand had in de gaten dat het eigenlijk steeds dezelfde akkoorden waren. Ja. Door de zanglijnen erover. En dat was eigenlijk het geheim van popmuziek op dat moment. Ja. Dat je dus uit hele simpele gegevens toch verschillende songs kon maken. Dat deden eigenlijk de Beatles ook al toen en zo. Ja, sowieso. Maar ja, jullie waren wel het bewijs op dat moment dat je daarmee heel veel effect kon sorteren. Was je natuurlijk ook al een hele vrije jongen op het podium. Hè? Altijd weer mooie invallen om het net even iets anders te doen. Maar krijg je binnen Super Sister ook die kans om te improviseren? Dat ga ik wel voor strijden. Maar nog even niet. Ja. Ik ben al blij dat ik het allemaal. Het moet. Nou, we zijn een trio, hè, op dit moment. Ja. Zoals je weet, is de viool. Wat vroeger fluit was nu een viool. Dat spelerig is, weet je, het is nu bijna een soort power trio geworden. Ja. En waar Robert-Jan eigenlijk alle lijnen uitzet. En ik zit bij de rhythmsectie. En dat willen we zo spannend mogelijk houden. En dat doe ik liefst op mijn eigen manier. Maar er zijn toch wel kaders waar ik me echt aan moet houden. En dat is voor mij weer heel leerzaam. Want bij de Iering ben ik echt vrij geweest altijd. En dat was ook veel meer ruimte om dingen te doen. In complexe muzikale avonturen die hij uitstippelt. Daar kun je niet altijd zo even maar eventjes uit de bocht vliegen. Dan moet je af en toe ook wel in de ja, dan moet je even aanhouden een bepaalde. En dan zoek ik wel de moment op wanneer het wel kan. Ja, want die zijn er wel. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is nu even, komt even eventjes nog op de tweede plek. Ja. Tweede plaats. Want we moeten eerst toch weer zorgen dat die set gewoon lekker zit. En dat we die gevoeglijk goed de zaal inschuiven. Maar er is natuurlijk een verschil, want hij
voor hem is het gesneden koek soms 40, 50 jaar oud. Ja, en dat zit in je systeem. En voor mij is het allemaal nieuw. Ik kende ze amper, die songs. Dus ik moet ze eerst als song herkennen. En daarna moet ik er nog eens een keer mijn ziel en zaligheid in leggen. Nou, dat begint eerst met ik kan niet lezen of zo. Dus het is niet de zo noten. Dat je zegt van de noten. Als hij zou het voor me kunnen opschrijven, maar dan sta ik daar. Ja, dan kan die elke professionele bassist inhuren, dat is dan beter. Maar dat is niet spannend. Ja. Weet je, dus, maar ik moet het wel tot me nemen, ik moet het in mijn geheugen zetten. Dus ik moet de songs beleven en mee. En daarna kun je pas echt gaan musiceren ook en zo. Maar ik wil niet zeggen dat je morgen niet moet komen kijken, want we zijn al heel end hoor. Ik denk dat elk stadium interessant is. En, sowieso. Maar ja, naarmate we vorderen, ik ben heel benieuwd hoe we. Ja. Over een maand staan bijvoorbeeld in het paard. Ja. Ja, natuurlijk als Hagenees wil je daar goed staan. Maar ik heb heel veel vertrouwen. Ja. Maar ik ben ook voornamelijk heel erg benieuwd hoe we dan zijn. Want we groeien heel snel. Naarmate je ouder wordt, is er nog steeds lerend vermogen. En leer je nog elke keer bij dus. Ja. En dat is het mooie hiervan. Als je al dus eigenlijk al zoiets achter de rug hebt, al 50 jaar of zo, dat je dan ineens, in mijn geval ook, dat je dus dat je even iets totaal anders doet. Want als er een andere rockband was gekomen en had gezegd, zou je even bas willen spelen? Zeg ja, een keertje, maar... Maar ik wil niet, ik heb mijn hele leven in de ultieme rockband gezeten. Ja, alles erop en eraan. Ja. Nou, als ik dan iets wil doen, wil ik juist een keer iets anders proberen. En zo. Daarnaast heb ik jou, Rinus, ook bij andere optredens dan Golden Earring meegemaakt. En ja, met een trompetist bijvoorbeeld. Hè? Ja. En met funkmuziek en met jazzmuziek en dergelijke. Dus je bent sowieso heel erg veelzijdig op dat vlak. Ik hou van allerlei soorten muziek. Ja. Of het funkmuziek, dat heb ik wel eens in de Earring. In de band waren ze niet echt gecharmeerd van funk. Dat moest echt doordouwen, weet je wel. Maar ik hou wel van een funky kant aan dingen. En ik hou ook van bepaalde jazzmuziek, zeker elektronische jazz en zo, en jazzrock of whatever. Dat vind ik mooi, want Robert John heeft vroeger ook wel een stroming gehad met Charlie Mariano en zo. De latere Super Sister was ook... Ja, en dat was echt... Er zit een saxolo af en toe in, dat je echt van wow, echt, daar hou ik echt ook van, dat soort muziek. De huidige tour, hè? De clubtour die je nu opgestart hebt, breng je die ook nog naar het buitenland? Nu niet. En dit is echt opgezet als clubtour, dus ook in een kleine bezetting. We zouden eerst nog met, zoals Rinus al zei, met violiste Marieke Brokamp ook spelen. Maar die is een van degenen die zeer gemotiveerd is. In het niet spelen voor zalen waar niet iedereen welkom is, in haar woorden. Respecteren we allemaal. Ik respecteer het niet, maar ik accepteer het. Ja, oké. Nou ja, respecteert de mening van. Ja, ja, en, ja. Dus ja, het kwam er gewoon op neer van, we gaan met z'n drieën, gaan we verder. Maar de opzet was sowieso al kleine bezetting ten opzichte van de hele grote bezetting waar het ooit mee is begonnen met Freek de Jonge nog erbij en twee trombonisten en twee violisten en Rinus en Cesar en Rob Kloet en Henk Hofstede en daar is dit... voortvloeisel van. En of we naar het buitenland gaan, het zou leuk zijn. Wat Robert Jan heeft gedaan is natuurlijk sowieso een genre muziek waar mensen op afkomen die dat mooi vinden. En degene die naar de toppers gaan, die komen niet kijken, weet je, die zou zich eraan kunnen ergeren, maar die komen toch niet. Dus je hebt, het merk nu ook als ik met hem speel, dat er dus mensen zijn die daar heel lyrisch over zijn, dat het hun muziek is gewoon. Dus ja, dan dan vraag ik me af, er zal misschien best wel iemand bij zijn die zegt van, wat doet die bassist daar, want ik heb dat nummer, dat zit in mijn lichaam als Don met Ron of zo. Ja. En nu wordt het verkracht of zo, dat zou kunnen. Maar dat zijn toch
mensen die alles te serieus nemen, weet je. Ja, er zijn er maar heel weinig, denk ik. Ja, denk ik ook. Wat op het zijn de reacties heel, heel leuk. Ja, vind ik die indruk heb. Daar ben ik ook best trots op, dat we een publiek hebben die dat... Dat het publiek dat ook interessant vindt, weet je. Dat er andere dingen gebeuren. Dat ze niet alleen maar vast willen houden aan zoals het ooit was. Rinus, ben jij gastmuzikant binnen Super Sister of ben je inmiddels vast onderdeel van de band? Nou, we hebben nu gewoon, dit is de versie die dus de band nu is, Super Sister 21. En daar doen we dus een hele Super Sister project, hè? Super Sister project, inderdaad. Dat is het. Ja. En wat dat brengt verder en hoe dat verder gaat, zover denken we helemaal, mis ik niet. Kijk het gewoon deze 12 optredens aan en dan of het leuk blijven vinden, of de mensen het leuk vinden. En op dit moment heb ik het enorm naar mijn zin. Zeker omdat het iets totaal anders is en omdat het de uitdaging voor mij is. Dus Ik ga ook daarna weer met de nits verder. Ja, dus het is echt een project. Ik ben blij dat ik het zo ben gaan noemen. Want ik zou het ook niet aardig vinden naar de originele leden toe van dat we nu met de naam Super Sister lopen te vlaggen. Gewoon, natuurlijk, het is Super Sister muziek, maar de band is een project. Ja, je noemt het ook Super Sister project. Met een K, omdat we eigenwijs zijn. Ja. Opgetreden, Reds en Schepers natuurlijk. Hè? Ja. Nou, je bent niet alleen tovenaar van de popmuziek, maar ook in de letterkunde natuurlijk. Hè? Want die Reds en Schepers, zeg het zelf maar. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, ik dacht dat het gewoon heel duidelijk was. Dit is het omgedraaide van Super Sister. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Sorry. Ja. Ja. Goed dat je dat zegt. Dan sta ik voor lul als ze dan. Komt dat vandaan? Ik zat alweer aan de Latijnse uitdrukkingen met al die gymnasiumdingen en zo, weet je wel. Een toverspreuk. Ongelooflijk. Maar ik had het al veel eerder gewoon. Het was ooit een liedje van Super Sister van zeg maar 23 seconden. En de eerste helft hadden we opgenomen. En het was een melodietje dat als je dat omgekeerd afdraaide, dan was het weer hetzelfde melodietje. Dus dat hebben we daarachter geplakt. het was een 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 maat. En dan 5/4, 4/4, 3/4, 2/4 maat. En dat heette dus Super Sister Retsis Repus. En je hebt vaak moeten... Als ik dat had geweten, dan was ik wel een stuk wijzer geweest. Wisten jullie het allemaal of zo? Jij gaat nog hele mooie dingen met die man meemaken. Ja, toen we die naam verzonnen, ik dacht van, nou, dat valt bij iedereen meteen het dubbeltje, het kwartje. Omdat het het omgedraaide is van Super Sister. Oh! Maar dat is dus niet het geval. Robert-Jan Rinus, terug naar 2021, 2022. Hè. Gaat er een nieuw album komen? Heb je daar nog geen idee over? Super Sister project. Op dit moment zijn daar geen plannen voor. Maar ik heb wel een slinks idee. wat ik wel leuk vind, dat we in de set spelen we nu een soort van medley... Van nummers die eigenlijk het daglicht niet gehaald hebben toen we in 1970 bekend werden, hebben die nummers eigenlijk links laten liggen en er zijn alleen nog maar opnames uit oefenruimtes en zo. Het zijn hele oude nummers waarvan ik nooit dacht dat ik ze ooit nog zou spelen. Maar we spelen er nu toch een medley van en ik moet zeggen dat die hebben wel iets. En
het zou misschien wel leuk zijn om misschien daar een EP'tje of zo van te maken. Ja, dit heeft een heel vreemd sausje, want ik moest dat ook instuderen op basis van uit een oefenruimte of uit een of andere, ik weet niet, maar het is opgenomen, maar het klinkt, ik moest echt allebei mijn oren erin steken om te kijken wat er nou precies gebeurt. Maar het klinkt, heeft een hele typische sfeer heeft het inderdaad. Een cd. En dat zijn opnames uit 1972, heb ik begrepen. Ja, kun je daar nog iets over vertellen? Ja, dat is wel leuk. Want dus van de echte eerste bezetting van Super System, met Marco Vrolijk op drums, Sascha van Geest op fluit, Ron van Eck op bas en ik op toetsen en zang. En dat was een optreden in het Circus Theater wat we hebben gedaan. En daarvan het was een gedeeld concert met Alcuin. En Alcuin ging daar live opnames maken. En toen zeiden wij, nou dan willen wij ook wel gewoon desnoods als voorprogramma of zo even spelen. Want we willen één nummer uit ons repertoire, willen we echt met een keer live met publiek opnemen. Want dat was een soort live hit die wij hadden. Het nummer waar wij altijd mee afsloten, dat werd een soort levende legende. Onder de naam Het Intelligente Nummer. Met een hele lange toespraak vooraf en heen en weer met publiek. En dat ging maar door. En het nummer op zich stelt heel weinig voor, maar het was een van de melige dingen die we altijd deden. En zeiden we, dat willen we met publiek opnemen. Dus dat hebben we toen live opgenomen. En tegelijkertijd wat meer nummers opgenomen. Maar het ging in feite om dat nummer Wow. En dat is toen op een Superstar Shine verzamelalbum uitgekomen. Dus we hebben ons verder niet bekommerd om de rest van die opnames. Totdat we daar anderhalf jaar geleden op stuiten. In Londen werden ze teruggevonden. Toen hebben ze heel snel gedigitaliseerd. En ik heb er in de coronatijd veel tijd aan kunnen besteden om het te restaureren en te mixen. En dat is een hele leuke live cd geworden. Live in Scheveningen, 1972. En waar is die verkrijgbaar? Als de fans hem willen hebben? Sowieso op onze site, zeg maar, supersister.nl. Dat is sowieso goed. En bij optredens misschien? Bij optredens, ja. En daarnaast ook een heel mooi fotoboek. Wat we een soort koffietafelfotoboek. Ik was er zelf niet eens zo heel erg voor om dat te laten maken, maar nu ik het eenmaal in handen heb, echt een geweldig ding. En waar kunnen ze die bestellen? Ook zeg maar kortweg op supersister.nl, maar ook bij de uitgeverij die dat. Maar laten we gewoon supersister.nl als eenvoudige adres houden. Nou, een heerlijk interview in Hotel Hampshire Delft Center. Yes. Hartelijk bedankt, Rini Scherrits, Robert Jan. She looked like instant pudding. Yeah. She was the queen of the commercial increase. She tore her wardrobe, wondering what kind of freedom was this sudden release. Mommy. She was naked. Mommy. We